Ben jullie ook altijd aangenaam verrast als je koekjes of snoep wil kopen in de supermarkt en daar staat op dat die rijk zijn aan vezels of vitamine? Ik ook. Maar het is zo dat fabrikanten nu nog wel redelijk veel marge krijgen om de positieve kanten van hun verder duidelijk ongezonde producten in de verf te zetten. En ik ga je tonen waar je op moet letten om niet in van die marketingtrucs te trappen. Deze koekjes van Lu bijvoorbeeld, die zeggen dat ze rijk zijn aan graan en met volkoren tarwe. Nu, dan denk je, dat zijn gezonde koeken, maar het is zo dat eigenlijk maar 1/3 van al het gebruikte graan volkoren tarwe is. Toch niet zo gezond dus. En deze chupa chups met vitamine C. Ja, ik moet er geen tekening bij maken dat er echt wel betere manieren zijn om aan je vitamine C te geraken. Een kiwi of een appelsien bijvoorbeeld. En deze grenadine van Capri Sun met vitamine B3, B5, B6, B1, B8. Dan kan je denken, wat goed, daar heb ik meteen al mijn vitamines voor de dag mee binnen. Maar al die vitamines B, die zitten eigenlijk al voldoende in andere voeding. En wat hier niet bij staat, is dat je met 1 glas van deze grenadine ook 16 gram suikers mee binnen hebt. 16 gram suikers, dat is bijna 3 suikerklontjes. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je niet trapt in dit soort trucs? Wel, één ding waar je altijd op kan letten is de Nutri-score. Die geeft aan hoe gezond iets is. Die koekjes van Lu bijvoorbeeld, die hadden Nutri-score D. En dan weet je meteen dat die vezels eigenlijk niet zoveel waard zijn. Een ander iets waar je op kan letten is een lange lijst ingrediënten. Want dat betekent dat een product zwaar bewerkt is en dat is nooit gezond. Laatste ding, haal altijd de voedingsdriehoek erbij. Dan weet je meteen welke voedingscategorieën je meer moet eten dan andere. En ondertussen ijveren wij verder voor zogenaamde voedingsprofielen. Dat betekent dat een fabrikant enkel gezonde claims mag zetten op producten die ook effectief gezond zijn. Wij ijveren daar al voor. Sinds 2009, Europa wil die ook al langer invoeren, maar ondertussen zijn we 2022 en is er nog niets van aan. Een volgende voorstel zou er pas komen begin volgend jaar. Wil jij meer weten over gezonde voedingsclaims en hoe je gezond moet eten? Ga dan naar onze website.